ga vandaag mijn opdracht eens via de video laten zien. Welkom in mijn atelier. De opdracht voor volgende week was een schilderij in lagen, in verschillende kleuren. Je hebt daarvoor de drie hoofdkleuren nodig. Magenta. Dat is het donkerroodachtige kleur. Ultramarijn blauw, transparant blauw, fatalo blauw zou ook kunnen. En cadmium geel, magenta. En eventueel zwart en in ieder geval wit heb je nodig. Je kunt dat op een paneeltje doen, gewoon met witte gesso geprepareerd. Of op papier. Ik heb zelf dit voorbeeldje, maak ik nu even op een stukje passepartout karton dat ik nog had liggen. En dat heb ik dan geprepareerd met transparante gesso, omdat het papier al wit is. Heb je nou een paneeltje van MDF, dan kan je natuurlijk ook transparante gesso gebruiken. Maar dan moet je eerst het paneeltje even wit maken met witte acryl. En dan rol je er een transparante gesso overheen en dan kan je erop schilderen. Dus je maakt je tekening met kleurpotlood, omdat die lijnen, die rode lijnen die je dan ziet, of blauwe lijnen, maakt niet zoveel uit hoor. Ik heb hier een donkerbruin kleurpotlood genomen. En als die lijnen zichtbaar blijven door de schildering heen, is dat minder hinderlijk als met grijs potlood. Dat is eigenlijk de enige reden, maar dat is algemeen nou wel bekend, dacht ik. Nou, ik heb de tekening eerst op dat karton gemaakt en hem toen gegrond. Dat is misschien niet het handigste. Je kan hem net zo goed eerst gronden en dan de tekening maken. Want dan kan je die tekening er nog afgummen. Nu zit die tekening die zit erop vast. Ik heb gekozen voor dit onderwerpje. Ik heb jullie een aantal onderwerpen gestuurd. Ze zijn in principe zijn ze allemaal geschikt. Anders dan zou ik ze niet gestuurd hebben. Goed. Gaan we de eerste laag aanbrengen, laten we een tekening. Probeer een tekening te maken die niet al te zwaar is, dat die lijnen niet. Bijvoorbeeld in de schaduw kan je het ietsjes donkerder doen. En een klein beetje aangeven. Gaan we met de eerste laag beginnen, dat is cadmium geel. Oh ja, als je het hebt, kan je medium gebruiken. Dit is van Golden Medium, maar van Talens, dus het maakt allemaal niet zoveel uit, het is allemaal goed. Dit is een nog specialer medium. Dit is een glazeermedium. Niet echt nodig hoor, maar mocht je het hebben. Als je gewoon medium hebt, is het ook goed. Als je geen medium hebt, dan doe je het. Dan probeer je het zonder medium. Doe een klein beetje medium op mijn palet. Ik vind die gewone plaatjes plastic het handigste als palet. Omdat de verf daarop blijft zitten. Dus als ik dit nat maak, dan komt die verf die komt niet meer los. Terwijl als je zo'n afscheurpalet hebt, als je daar acrylverf op doet, dan komt dat steeds los. Dan krijg je velletjes, pukkeltjes in je verf met acryl. Geel, cadmium geel in dit geval. Ander geel is ook goed. Hou een lapje bij de hand of keukenrol. En je onderwerp. Nou, ga ik dat eens even met een kwastje door elkaar roeren. Beetje medium. Dat medium zorgt ervoor dat je iets meer de tijd hebt voordat acrylverf droogt. Nou, heb ik het er vrij dun op zitten zo. Mijn rolletje. Rolletje is een beetje nat. Gaan we even nog wat water uit. Dus dan wordt het wel heel dun. Goed, pak ik de verf en die rol ik er dan overheen. Pak een beetje medium. Pak een beetje medium, want dan kan ik hem iets egaler uitrollen. En dan droogt hij iets minder snel. Dan ga ik als de wielen weer gaan, ga ik met behulp van mijn foto, ga ik de lichte partijen eruit halen. Nou, met dat medium erbij heb je best wel even de tijd
zeker 1,5 minuut, om het eraf te halen. Oké. Nou, ik heb er wat af kunnen krijgen nog van die acryl, maar niet genoeg naar mijn zin. En dan ga ik met een beetje witte acrylverf. Je zou dit ook met witte gesso kunnen doen. En dan heb ik een varkensharen kwast. Het is niet zo best voor je kwasten, dus neem niet je nieuwste kwast ervoor. Want we gaan dan tamponerend het licht er weer opbrengen. Die transparante gesso die heeft een hele fijne korrel en die zorgt ervoor dat het goed pakt. Magenta is een enorm transparante kleur. Maar zoals ik net al met het geel liet zien, kan je verschillende lagen over elkaar brengen indien nodig. Dus ik begin maar. Ik begin maar met een dun laagje. Ik zou het nog even na kunnen rollen. Als ik het nog egaler wil, hoeft niet per se. Kwaststreek erin kan ook wel interessant zijn. Ik heb nu nog wel eventjes om wat te poetsen met een lapje. In mijn voorbeeldje is het natuurlijk veel lichter allemaal. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om dat daar een beetje donkerder te houden. Misschien dat ik het hier links ietsjes lichter maak. Nou moet hij een beetje drogen. 1 geel en 1 magenta. Ik zou er nog een dun laagje magenta op kunnen zetten. Goed, ik heb dat magenta even laten drogen, of gedroogd. Ik vond dat ik iets te ver was uitgeschoten met het hoge met witte acryl. Dus ik heb er eventjes nog een heel dun laagje magenta extra overheen aangebracht. Waardoor die nu wel heel rood is misschien. Maar goed, we zien wel hoe het uitpakt. Nu blauw. Ja, ik zei ultramarijn. Maar halverwege bedacht ik van, misschien wel spannend om dat eens met vertalen te doen. Nou. Drogen. Ja. Ik zou daar nog een laagje blauw overheen kunnen doen, maar dat snappen jullie wel. Ja. Gaan we bij de laatste acryllaag. Dat is zwart. Niet schrikken. Dat doe ik al.
Zo. Nou is de onderschildering klaar. En drie kleuren en zwart en wit gebruikt voor de onderschildering. Nou, gaan we kijken wat we er nog aan moeten doen. Eerst even droog maken. Nou, de onderschildering, dat is nou al klaar. En we gaan eens kijken wat we er nog aan kunnen verbeteren. Nou, ik ga eerst eens even kijken naar het licht nog een beetje ophalen. Nee, wat ik eerst ga doen is hier is mijn rood. Ik ga die achtergrond wat donkerder maken, zodat die wat beter uitkomt. En dat kan met olieverf. Maar ik doe het nu even met acryl. Je zou hem verder met olieverf kunnen afschilderen. Ik meng een beetje magenta met een beetje blauw. Een beetje geel. En dan met mijn varkenshaar kwast. Ik heb er een laagje acrylmedium overheen gerold. Dan heb ik de tijd om het lekker zo erin te schilderen. Ik heb de verf er heel dun op aangebracht, omdat ik graag die transparantie erin wil houden. Nou, de achtergrond wat donkerder gemaakt. Dan ga ik de lichte partijen in het schilderij wat lichter maken. Met een beetje wit, titaanwit. Nogmaals, dit kun je natuurlijk met kleine penseeltjes kan je dit heel precies doen. Maar ik vind dat pastellere, zachte effect ook wel eens leuk om mee te werken. En dit gaat natuurlijk ook heel goed met olieverf. Misschien zelfs nog wel makkelijker. Dat je dan langer de tijd hebt. Dus, ik gebruik geen water met mijn acryl. Gewoon de droge verf. De kwast is natuurlijk wel een klein beetje vochtig. Even de hond de mond snoeren. Postbode komt eraan. Nogmaals, je kunt natuurlijk alles wat preciezer doen, wat nauwkeuriger doen. Maar de charme van een dergelijke techniek is eigenlijk dat je alle kleuren nog een rol spelen in het beeld. Dat die roze en die gele en die blauwe getinten. Dat die allemaal nog te achterhalen zijn.